Hoi allemaal en welkom bij alweer de, als het goed is, allerlaatste video van deze reeks over de behandeling en de operatie van een rectus diastase. En dit is dan eigenlijk part 2 van het hele gebeuren. Voor wie mijn eerdere video's niet gezien heeft, dan zou ik ze zeker even terugkijken. Als je rectus diastase hebt of denkt te hebben, dan heb je hier misschien wat aan. Maar voor nu gaan we het gewoon even hebben over de laatste stand van zaken. Super bedankt voor al jullie lieve DM's, dat jullie er zoveel aan hebben en soms ook wel berichtjes hieronder. Maar heel fijn om te horen. Ik ben vandaag bij de arts geweest en voor de soort van allerlaatste nakontrole. Ik ben helemaal vergeten te vragen hoe hij vond dat de operatie is gegaan. Dat was eigenlijk wel een vraag voor mij, maar ben ik gewoon vergeten. Dat is sowieso een tip. Als je naar de arts gaat, schrijf altijd op wat je vragen zijn. Dat had ik ook gedaan. Maar ja, ik heb ze niet meer gecheckt. En dat vergeet ik vooral als ik in mijn eentje ben, vergeet ik dat altijd. Maar dat is wel even een overall tip. Van schrijf altijd even op van wat je wilde hier nog vragen. En nou, dan weet je zeker dat je dat niet vergeet. Of tenminste, bijna zeker. Nou, dus ik weet niet hoe de operatie is gegaan, maar in ieder geval het eindresultaat is goed. We hebben nog even de voor, de tussen en de na foto's. Of eigenlijk de voor- en de tussenfoto's gepakt. En mijn eczeemuitslagfoto's. En dan nu natuurlijk het uiteindelijke resultaat. Dit is nog niet het eindresultaat. Want het heeft natuurlijk nog een tijdje nodig om te herstellen. Maar de operatie is nu 4 weken geleden. En is eigenlijk het herstel is eigenlijk heel goed gegaan. Ik heb wel een beetje pech gehad. Het zal ook eens niet. Want ik heb na de operatie eerst griep gekregen, toen longontsteking en voorschotontsteking met antibiotica. Dus het hele proces van herstel duurde wat langer. Maar ik heb op zich de tijd. Ik ben gewoon heel blij dat, dat naast mijn functies die terug zijn, waar ik natuurlijk na de vorige operatie al heel erg mega blij mee was, dat ik nu ook weer een navel heb die in het midden zit. Dat is ook wel leuk. Want dat, hij zit in je optische stuk meer in het midden dan voor deze, zeg maar, hersteloperatie. Hoe gaat het verder? Ik had de laatste keer dat jullie mijn buik zagen was hij nog best wel blauw. Ik heb ook gevraagd, joh, heb je dan misschien aan de ene kant meer weggehaald dan aan de andere kant? Maar dat was niet het geval. Dat was gewoon puur omdat hij dan waarschijnlijk een bloedvaatje aan de ene kant heeft geraakt en aan de andere kant niet. Dus daar had het niks mee te maken. Ik dacht dat het misschien nogal waardoor het ook optisch wat rechter lijkt. Maar dat was het niet. Maar goed, het is dus steeds minder blauw. Ik zal uiteraard zo nog even mijn buik laten zien. Het is een stuk minder blauw dan dat het was. Er zitten nog wel een aantal harde plekken in. Ook een soort kuiltje. Hij zei, ja, dat moet je gewoon echt allemaal losmasseren. En dan komt dat vanzelf alweer. Dus dat is fijn. Verder is er eigenlijk wat volgens mij de buik betreft geen restrictie meer in wat ik wel en niet kan. Ik merk zelf, en dat ben ik ook vergeten te vragen, als ik bijvoorbeeld ren, wat ik nu niet doe, maar ik moest toevallig laatst snel naar Elin rennen omdat ze bijna viel, zeg maar. En ja, dat voelt gewoon niet heel prettig aan mijn huid. Omdat ik nog voel dat die nog los zit. Maar ik denk dat dat soort dingen gewoon allemaal wel weer, tenminste na de vorige operatie, ging dat ook op een gegeven moment gewoon beter. Dus ja, ik denk dat dat gewoon tijd nodig heeft. Ik sport nog niet. Volgens mij zou ik het wel voor de operatie, zeg maar voor na de operatie, wel alweer mogen. Maar ik mag het niet vanwege mijn longontsteking. Dus ja, dat is makkelijk. Maar dus dat maakt het ook een beetje lastig om te zeggen waar ik sta in mijn herstel. Gewoon omdat ik dit erbij heb gekregen. Maar overal gaat het gewoon heel erg goed. Even terugkijkend op het hele proces. Was natuurlijk best wel even een, het kostte best wel even een tijdje. Maar het was het zo waard. En ook een hoop geld. Daar krijg ik ook nog steeds veel vragen over. Ja, ik heb dit zelf moeten betalen, want het werd niet vergoed door de verzekering. Het is absurd. De arts vertelde mij ook dat ze daar wederom heel druk mee bezig zijn. Ze hebben daar, ze gaan daar, in samenwerking met fysiotherapeuten willen ze daar echt werk van gaan maken. Dus daar ben ik heel blij om, dat het in ieder geval voor de mensen na mij over een tijdje misschien, dat het in ieder geval voor, hoop ik, een groep na mij wel vergoed gaat worden als je zoveel fysieke klachten hebt. Ik heb ook wel besloten dat ik nog een brief ga sturen naar de verzekeraar van dat ik het nog steeds niet mee eens ben.
En ook vooral even wat ik nu weer kan, wat ik dus niet meer kon. En wat ik nu gewoon weer kan. Hoe ik me daarbij voel dat ik gewoon weer voor mijn eigen kinderen kan zorgen. Best wel relaxed is. Dus daar wil ik gewoon nog wel even een brief aan wijten. Ik verwacht niet dat ze nog iets gaan doen qua vergoeding. Maar het is wel een soort van principe ding dat ik het ze wel wil laten weten. Nou ja, wat ik al zei, volgens mij ook in de vorige video's, dat er ook ideeën zijn over een petitie. Nou ja, als dat zo is, dan moet ik er zeker aan mee. Maar goed, ik heb weinig vertrouwen in dat verzekering bij mij nog iets gaat teruggeven. Maar goed. Ik kan in ieder geval weer alles. Ik ben daar heel blij om. Dus terugkijkend vond ik het alle pijn en moeite waard. Absoluut. Ik zou het liever niet. Maar ik zou het zo weer doen als het... terugkijkend zou je het weer doen. Zou je hier nog steeds voor kiezen. 1000 miljoen procent. Ik heb ook altijd gezegd, pijn, het zal me, daar heb ik niet zo, dat is niet, ja, weet je, dat is voor mij geen reden om iets niet te doen als ik weet dat ik daarvoor de rest van mijn leven er baat bij heb. Ik had natuurlijk zoveel pijn bij tillen. Ja, wil je er zo graag bij? Ik had natuurlijk zoveel pijn bij het tillen van de kinderen, bij het bukken, met ze op de grond zitten. Weet je, dat was voor mij, dat was dagelijkse pijn. Waarvan ik wist dat die alleen maar erger zou worden. En dit was gewoon even een tijdje heel veel pijn. En dan ben je er gewoon van af. En nou, die kans was 90%. Nou ja, in mijn geval is het dus helemaal gelukt. Ik kan alles weer. Ik kan ze weer tillen. Ik kan weer met ze op de grond spelen. Bukken. Het maakt allemaal niet uit. Het functioneert. Ik kan weer gewoon sporten. Wat ook heel prettig is. Omdat ik astma heb. Is het sowieso fijn dat ik mijn conditie een beetje op peil kan houden. Dus voor mij was het absoluut waard. Ja, je hebt een litteken. Nou, ik had natuurlijk nog een hersteloperatie daarna. Dat was jammer. Maar ja, ook dat. Ik dacht, wil ik dan de rest van mijn leven een scheve navel en huid die niet lekker aanhecht? Nee, ik wil dat gewoon. Ik doe het als dat gaat helpen. Nu zit ik helemaal onder de haren mittens. Bedankt daarvoor. Dus ik zou het zo weer doen. Als je geen tot weinig klachten hebt en het kan met fysio verholpen worden, zou ik zeker daarvoor kiezen. Want je krijgt echt een flink litteken. Nou is mijn litteken ook vrij hoog, omdat ik dus geen vet- en veloverschot had. Heb je dat wel, dan kan je litteken lager. Maar goed, dat kon dus bij mij niet. En ook omdat mijn rectusdiastase ook nog tot een stuk boven mijn navel zat. Dus hij moest wel gewoon, ja, hij moest daar wel bij kunnen komen, zeg maar. Ja, ik heb, mijn huid is niet meer wat het geweest is. En dat komt, hij zegt ook, ja, weet je, ik heb, jouw huid zit natuurlijk aan je buikspieren vast. Je buikspieren stonden daar. Als je vervolgens je buikspieren weer zo zet, dan schuift die huid zeg maar ook in elkaar. Ja, dat is een beetje inherent aan het gebeuren. Dus je taille is leuker, maar naar binnen is het wat rommeliger. Ja, weet je, als ik daarmee gewoon een functionerend lichaam heb. Nou, en echt, jongens, als ik sta, helemaal prima. Oké, als ik zit, als ik hang, niet het meest sexy. Maar ja, hoe vaak zit of hang je in je blootje of in je bikini? Daar kom ik wel overheen. Weet je, dat was ook niet het streven van de operatie. Het streven van de operatie was gewoon dat ik mijn kinderen weer kon tillen. En dat is sowieso gelukt. Dus ik ben er heel happy mee. Ik ga je nu even het eindresultaat laten zien. Nou, dit is het eindresultaat. Nou, zoals je ziet, ik ga even kijken of ik er nog even een before fotootje in kan gooien. Maar zoals je ziet, zit mijn navel redelijk in het midden. Hier zie je nog allemaal een beetje beurs, maar dat hoort nog. Ja, hier zit bijvoorbeeld een kuiltje. Dat komt omdat het hier nog een hele harde plek zit. Dus dat moet ik allemaal los gaan masseren. Je ziet dat dit litteken heel goed geneest. Steeds rustiger wordt. Nee, hier zie je dus nog wat blauw en wat hobbels. Hier zie je dat een stuk minder. Dus ja, dit is het eindresultaat eigenlijk. Nou ja, eind niet. Maar ja, hier zit het dus. Dit is gewoon een beetje raar, lossig. Maar goed, dat schijnt allemaal nog iets beter te worden. En dan met kleren aan. Zal ik het ook even laten zien. Ziet het er zo uit. Nou, dat is toch gewoon weer helemaal normaal. Dat is toch helemaal weer fijn. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat ik
jullie nu alles heb verteld. Mocht je nog vragen hebben, laat me vooral weten via de DM of hieronder of via de mail. Jullie weten mij gelukkig allemaal wel te bereiken. Ik snap dat dit een onderwerp is wat je misschien niet, aan plein publiek wil doen. Dus dat is helemaal prima. Stel me vragen. Ik weet dat een aantal van jullie geopereerd gaan worden of net zijn. Dus heel veel sterkte dan. En hou het eindbeeld in gedachten dat het de kans heel groot is dat je dan daarna van de ellende af bent. Dus dat hoop ik heel erg voor jullie. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag snel bij mijn normale video's, mijn vlogs. En heel erg bedankt nogmaals. Doeg!